Snelteststraat, Marcel? Dat klopt, ja. Het hoogste punt is inmiddels bereikt en de vlag hangt uit. Ja. Dus als je hier aankomt, dan is het een kwestie van aanmelden bij het... hallo? Hi. Bij het eerste loket. Ja. Het staat nog niet helemaal klaar, maar hier kan je inchecken. Als dat dan plaats heeft gevonden, gaan we door naar de tweede halte. Waar dan daadwerkelijk de test afgenomen kan gaan worden. Als de test is afgenomen, dan wordt hij bewaard onder toezicht oog van de zorgmedewerker. En met een kwartiertje volgt dan de uitslag. Dus om dat even af te wachten, dan gaan we naar de parkeerstrook. Thermoscannetje koffie mee dus. Want er is niks te... Ja, we mogen helaas geen koffie serveren. Nee. Er staat momenteel het een en ander geparkeerd, maar... Dan kun je hier rustig afwachten totdat de uitslag er is. En nou goed, dan hoor je dus of het negatief is of positief. In het geval van het eerste kun je gewoon je weg vervolgen. Mits je gewoon houdt aan de normale regels. En op het moment dat je positief getest bent, dan een dringend verzoek om contact op te nemen met de lokale huisartsen, Dr. Maters, Jacobs. De gegevens worden dan ook doorgestuurd naar de GGD. En op het moment dat als je niet woonachtig bent op Ameland, neem dan ook contact op met de gemeente Ameland. En die kunnen je dan verder instructies geven over de eventuele terugreis naar huis. En wanneer is hij actief? Wanneer kunnen we daar gaan snel testen? Maandagmiddag. Maandagmiddag? Maandagmiddag 3 uur gaan we open. De website die wordt nu nog getoetst dat alles conform de richtlijnen verwerkt wordt. En die komt hopelijk vandaag, anders morgen komt die online. En hoe moet je je melden? Moet ik bellen? Moet ik mailen? Via onze internetpagina www.coronatest-ameland.nl. Daar komt een beknopte uitleg met een bestel hier knop. Daar komt u bij het bestelformulier, vult u de gegevens in. Daar komt een betaalverzoek via iDeal. En als de betaling voldaan is, ontvangt u per e-mail een bevestiging. En kunt u met de bevestiging naar de teststraat toe rijden. Oké, en hoe hoog is dat betaalverzoek? €85 inclusief btw. Oké, nou, dankjewel. Graag gedaan.